De verdachte van de dubbele moord in Hotel Rembrandt in maart dit jaar verschijnt vandaag voor de rechter. Het gaat om een pro forma zitting. De verwachting is dat de zaak in december inhoudelijk wordt behandeld. De 47-jarige verdachte zit sinds eind maart vast. Deze tbs er had zichzelf bij de politie gemeld. De twee slachtoffers, onder wie de hotel-eigenaar, kwamen door meststeken om het leven. De vermeende dader heeft eerder een gevangenisstraf uitgezeten wegens poging tot doodslag. Daarvoor kreeg hij ook de TBS-behandeling.